Steeds meer mensen wagen zich eraan om hun eigen speciale biertje op de markt te brengen. En daarom groeit het aantal hobbybrouwerijen in Overijssel gestaag. Oscar Moerman van Brouwerij Enske doet dit al jaren en gaat een stapje verder. Morgen vult hij de eerste fles met zijn unieke lambiek bier. Het bijzondere is dat dat nog nooit in Nederland op commerciële schaal gedaan is. Er zijn wel een aantal hobbybrouwers zijn ermee bezig. Want, normaal gesproken wordt dat in België gemaakt. En daar zijn de Belgen heel trots op. Maar ja, Nederland komt eraan met lambiek. Het brouwen van dit speciale bier is een moeilijk proces en er kleven veel risico's aan. Oscar is al zo'n 15 jaar bezig met het maken van lambiek en daarom durft hij het wel aan. Ja, het kost allemaal hoop tijd, hoop geld, maar ja, dan heb je wel een mooi, uniek product. Ja, dat is gaaf. Ik bedoel, zeker als je dan ook de eerste in Nederland bent die zoiets doet en zoiets durft. Ja, dat is geweldig. Zoals Oscar zijn er velen. Het aantal bierbrouwerijen is in de afgelopen 7 jaar verdubbeld. Concurrenten zijn het niet, het zijn collega's. Mensen die dezelfde passie hebben als ik. En die mooie andere nieuwe producten van bier maken. Ik denk dat we wel de kleinste brouwerij van Nederland zijn. Maar hier hebben we de kans gekregen om te beginnen. En ja, het loopt gewoon heel goed. En het is heel leuk om te doen. Ik denk dat mensen ook wel eens een keer wat anders willen dan alleen maar pils drinken. En als je eenmaal ontdekt hoe lekker het kan zijn. En als je eenmaal begint met een speciaal bier, dat je ook heel gauw geneigd bent ja, nog een keer wat anders te proeven. En eens een keer van een andere brouwer. En elk bier heeft een eigen smaak. Dus dat ja, lokt denk ik uit tot meer proeven. Volgens brouwer Harry Blekkenhorst is het voor iedereen mogelijk om zijn eigen biertje te maken. Iedereen die thuis een pan heeft en een ei kan koken, die heeft eigenlijk ook de apparatuur in huis om bier te brouwen. Ik gebruik 2 pannen. 1 om warm water te maken in de kookketel en een andere om een papje te maken van warm water en gemalen granen. Eigen bier maken is leuk werk. Je kunt er inmiddels ook een boterham mee verdienen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. In hun studietijd leerden Jurgen en Geralda al hoe je bier moet maken. Je zit op kamers en je leert bier brouwen, dan gaat het mis. En dan ga je dus bier brouwen. En sinds die tijd zijn we amateurbrouwers. En sinds 2010 zijn we nu ook gewoon echt brouwers vanuit ons vak. Nou, er zit voor ons in de brouwerij zo tussen de 60 en 80 uur per week besteden wij er samen in. Wij hebben er ook nog werk bij naast. En we vinden het vooral leuk om het in de combinatie te doen. En dat betekent dat wij vooral hele mooie, leuke producten proberen te maken. En daarvoor heel veel plezier uit halen. En dan in combinatie met het andere werk gewoon een ontzettend leuk leven hebben. Proost.